Provinciale staten bespraken vandaag de begroting voor 2013. Veel fracties grepen de gelegenheid aan om zich tegen Haagse plannen te keren. Zo vinden de meeste fracties het maar niks dat Den Haag grotere provincies wil en grotere gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Wij gaan echt Den Haag ervan overtuigen, niet alleen Eerste en Tweede Kamerleden, maar ook de ministers, dat de aanpak waarin we in Brabant hebben gekozen, dat die gewoon werkt. En dat die niet alleen Brabant verder helpt, maar dat ook een fantastisch model kan zo kunnen zijn voor andere regio's in Nederland. Maar wat is er tegen een gemeente van 100.000 inwoners? Nou, er is op zich niks op tegen, maar ik vind de manier waarop de discussie gevoerd wordt, die vind ik gewoon verkeerd. Je moet het eerst met elkaar hebben over de inhoud. Waar staan we voor de komende jaren? Op economisch gebied, op maatschappelijk gebied, op ruimtelijk gebied. En dan pas moet je de lef hebben met elkaar er ook de consequenties uit te trekken welke vorm erbij houdt. Daarnaast is er bij de provincie ongerustheid over de toekomst van Omroep Brabant. Ook daarover werd vandaag een motie ingediend. In het regeerakkoord staat niet alleen dat de financiële middelen voor regionale omroepen voortaan via het Rijk moeten gaan. Er staat ook in dat die regionale omroepen moeten integreren met de landelijke publieke omroep. En dat zij dus opgaan in een groter geheel. Dat zou betekenen dat wij hier in Brabant onze zelfstandige, onafhankelijke regionale omroep moeten gaan missen. Dat anderen op afstand gaan bepalen wat wij hier belangrijk nieuws moeten vinden. En daar zijn we het helemaal niet mee eens. Beide moties zijn in elk geval bedoeld om een zekere Brabantse eigenheid te beschermen tegen wat hier gevoeld wordt als Haagse bemoeizucht. Allebei de moties hebben een ruime meerderheid in Provinciale Staten en zullen met een mooie brief erbij naar Den Haag gestuurd worden.